waarom een flashmob eigenlijk? Nou, dat was op verzoek van de Schouwburg. Die zeiden van nou, we willen een leuke opening. Kan er iets op het plein? Nou ja, dan kom je op een soort flashmob uit. Ja. Maar ja, eigenlijk is een flashmob natuurlijk iets onverwachts. Nou ja, ja. Het is aangekondigd, dus het klopte niet helemaal. Maar dat geeft niet. Toch voor de mensen die aankomen zometeen is het toch onverwacht, denk ik. Jullie spelen een grote rol tijdens dit eerste dansdagenfestival. Ja, ja, heel leuk. We mogen het dus openen met twee groepen. Maar we sluiten het ook weer af op zondagavond met een voorstelling. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder. Kijk je daarnaar? Spannend. Hebben ze gedaan wat jij ze hebt meegegeven? Ik ben heel trots. Ja. We hebben het echt heel goed gedaan en we hebben heel veel geoefend op hoe doe je dat nou buiten. Maar ik zag ze echt heel hard werken en eigenlijk alles doen waar we op hebben geoefend. Ja. Dus ja, ik ben heel blij. Ja, de beauty of dance. Dus hoe mooi dans is en het toegankelijk maken voor iedereen. Dus er waren heel veel mensen die het nu konden zien. En ook het zelfvertrouwen wat dansje geeft en het plezier om het te doen. En ik denk dat je dat ook wel echt bij ze kon zien vandaag. Ja. Ja. Het is twee keer buiten al. Heb je het niet koud? Nee, ik heb het niet koud. Ik heb het heel warm. Ik vond het goed gaan. Ja, ik vond het super goed gaan. Super gezellig ook. Gezellig? Ja, heel veel mensen. En jullie hebben veel meer afstand af te leggen dan in een danszaal, toch? Ja. Ik zie jullie heel veel rennen. Ja, maar het is wel leuk. Ja.